Piet Hein. Zijn naam is klein, maar zijn daden zijn groot. Hij heeft gewonnen de zilvervloot. Ik weet dat het liedje eigenlijk anders gaat en nee, ik ga het hier niet zingen. Tot zover mijn kennis van de historische zeevaarder Piet Hein. Zo, het is toch lastig zo stoer op wieltjes. Je vliegt alle kanten op, behalve de kant waar ik wil zijn. Hier, bij jullie. Hoi allemaal, ik ben de stripvlogger. En afgelopen weekend ben ik naar de stripdagen in Rijswijk geweest. Dat was weer fantastisch fijn. En ik ben natuurlijk eventjes bij een plek geweest waar ik regelmatig even ga kijken. De stand van Arboris. Want daar zat John Heijink te signeren. En van John Heijink is pas geleden dit prachtige album uitgekomen. Piet Hein, het eerste deel van een historische reeks. Totaal iets anders dan wat John Heijink voorheen deed. Namelijk Kapitein Kruis. Dat was meer cyberpunk, science fiction. Dit is een historische strip. Maar alle kenmerken die je kent van het werk van John Heijink vind je ook terug in dit album. En het voordeel dat hij op zo'n beurs zit is natuurlijk het feit dat hij mooi zit te signeren. Nou ja, dan krijg je dus gewoon zoiets prachtigs in je boek. En dat vind ik ontzettend gaaf. Het is me niet gelukt om naar de officiële presentatie in het Stripsmuseum in Rotterdam te gaan. Dat was 18 februari. Daar baal ik nog steeds van. Ik wil nog steeds naar dat museum en dat komt er elke keer maar niet van. Maar het belangrijkste is, ik heb dit album. En ik was er natuurlijk heel benieuwd naar. Want ik heb in december John Heijink geïnterviewd. Toen heeft hij al het een en ander verteld en het een en ander laten zien over dat album. Dus ik wist dat het tekenwerk wel goed voor elkaar zou zitten. Maar ik was natuurlijk ook ontzettend benieuwd naar het verhaal. En ook het verhaal is ontzettend gaaf. Piet Hein is natuurlijk een hele belangrijke zeevaarder in de vaderlandse geschiedenis. Net als Michiel de Ruiter. Alleen hij stond meer bekend als een kaapvaarder. Oftewel de vijand van iedereen die eigenlijk geen vriendjes waren met Nederland. En dat waren in die tijd, begin 1600, was dat voornamelijk Spanje. Het eerste deel uit deze nieuwe reeks is getiteld Poveglia. En dat klinkt nou niet echt Nederlands. En dat komt omdat het verhaal in dit album zich afspeelt in en nabij Venetië. Begin 1600 vroegen de Venetianen Piet Hein te hulp omdat zij ruzie hadden met Sicilië. Sicilië was weer vriendjes met Spanje. En ja, daar hadden ze hulp bij nodig. En ze dachten, die Nederlanders die zijn goed met schepen. Die kunnen die Spaanse schepen wel te grazen nemen voor ons. En het mooie aan dit album is even dat je een mooi kijkje krijgt naar de tactiek die Piet Hein gebruikte om die Spanjaarden te verslaan. En met slechts 6 schepen weet hij 18 Spaanse schepen te kelderen. Nou, daar is de Spaanse koning natuurlijk totaal niet blij mee. En het is gewoon prachtig om te zien hoe dat gedaan is. En het is ook prachtig in beeld gebracht, want een van de mooie dingen in dit verhaal vind ik dan toch even dit. Zo'n prachtige massascène. Die is ontzettend gaaf getekend door John Heijink. Zo ontzettend veel detail erin. Er zit nog meer van dat soort prachtig tekenwerk in. Met ontzettend veel detail. Ik denk even aan deze prachtige plaat. Zo'n mooi plafond uit zo'n Venetiaans paleis. Nou, dat is gewoon fantastisch. Dus het is een visueel spektakel wat je krijgt in dit boek. Dat is in die mooie stijl die John Heijink ook al liet zien in Kapitein Kruis. Alleen dat was meer cyberpunk, science fiction. Dit is een historisch verhaal, maar het idee is hetzelfde. Want als je ook kijkt naar de hele indeling van de pagina. Hij gebruikt echt de volledige ruimte van de bladzijde. En hij deelt de kaders niet in vakken, maar gewoon dat wat hij nodig heeft. En hij doet dat een beetje speels met allerlei schuine lijnen, rondingen en dergelijke. Dat maakt zo'n album gewoon ontzettend leuk om te lezen, omdat het gewoon anders is dan de gemiddelde stripboeken. Deze Piet Hein, die komt natuurlijk helpen, maar dat doet hij niet gratis. Hij wil daar natuurlijk wel voor betaald worden. En daar zit hem dan even de kneep in dit verhaal, want het blijkt dat er vanuit hoger hand andere ideeën zijn om Piet Hein te betalen voor zijn daden. Er komt verraad vanuit een hoek die ze niet verwacht hadden. Bij het lezen moest ik aan één ding wel even denken. Iets wat John Heijink in dat interview had verteld. Dat hij zelf eigenlijk vond dat een beetje zijn zwakte was de anatomie van de personages. Om die te tekenen. En ja, dan ga je daar toch even op letten als je zo'n album leest. Maar ik moet heel eerlijk zeggen dat ik de personages ontzettend gaaf eruit vind zien. Vooral ook de gezichtsuitdrukking, maar ook de actie. Die vaak best wel wat bloederig is, maar die is gewoon wel heel erg mooi getekend. Het is echt een fantastisch album. Ik heb er echt van genoten. Ik vind het echt gaaf dat John zo'n overstap maakt van zo'n science fiction naar zo'n historisch figuur. Er weer een prachtig visueel spektakel van maakt. Prachtige voorkant die hij geschilderd heeft. Ook dat was in het interview te zien. Dus
ja, wat wil je nog meer? Nou, eigenlijk zou je nog maar één ding moeten willen. En dat is naar de stripwinkel gaan om dit album daar te halen. Zodat je hem zelf hebt en zelf kan gaan lezen. Nou, ga dat snel doen. Ik hou je niet op. Ik stop nu gewoon met deze video. Dan kun jij naar de stripwinkel gaan om Poveglia, het eerste deel van Piet Hein, te gaan halen. Ik wens je in ieder geval heel veel leesplezier. Bedankt voor het kijken en tot de volgende strip.